Duitsland. Iedereen kijkt naar Duitsland. Hoe ze economisch domineren, hoe Merkel Poetin weet te bespelen en hoe ze de vluchtelingen met open armen hebben ontvangen. Een zeer grote opgave is voor die we staan, maar we schaffen dat. Ze nemen graag de leiding, maar het Duitse woord voor leiden is führen. En met dat woord hebben de Duitsers een ingewikkelde verhouding. Het vreselijk Duits verleden hangt als een schaduw boven vele beslissingen. Bang om uitgemaakt te worden voor nazi. Tausende Anhänger des Pegida-Bündnisses haben sich am Sonntagnachmittag erneut in Dresden versammelt. Toen mijn moeder er geboren werd, zag Duitsland er zo uit. De nazi's waren aan de macht en brandden Europa tot op de bodem plat. Als straf verloor Duitsland bijna een kwart van haar gebied. Gedurende mijn moeders leven moest alles weer worden opgeruimd. Aufräumen und aufbauen. Das ist der Rhythmus, der das Arbeitsjahr 1946 bestimmt. Duitsland werd weer een keurig land. Alleen het Duitsland van mijn moeder, Oost-Pruisen, verdween van de aardbodem. Het werd Russisch. Mijn moeder moest vluchten, samen met 14 miljoen Duitsers, voor het Sovjetleger. Ik reis haar achterna, op zoek naar resten van dit verleden. Maar ook ben ik op zoek naar de ziel van Duitsland. In een Europa dat opnieuw op drift is. I think this is the road to the house. Dit is het. Ze hebben een bom ingegooid. Ik ga er natuurlijk niet van huilen, maar ik bedoel, het is toch gek? Het is hier verkracht, alles wat bewogen op twee benen liep. Van oma tot baby. Er is verkracht massaal. Volwassenen, die hebben natuurlijk die drijvende koffers van die Gustav nog gezien. Nou, als je daarop had gezeten, dan was je... Ja, dan was jij dan niet. Nee, nou, jij ook niet. Nee. Dat zijn gedachten die je achtervolgen. Hè. Waarom zijn al die kleine kinderen dan doodgegaan? Hè? Of ze reddingsringen hadden of niet. We waren ja sowieso Klassenfeind. Klassenfeind is der dem System nicht, der eine andere politische Einstellung hat. Also es hat nicht damit zu tun, dass von im Name ist. Auch. Mag ik het hebben? Het is voor jou. Het is voor jou. Hey Arthur, weet jij waar mijn paspoort is? Britta wil hem even hebben voor, ik weet niet waarvoor. Kijk. 7 oktober 1940, Königsberg, Pruisen. Ja, wat is het probleem? Je bent in die stad geboren, nu is het Rusland. En nu vieren ze in Rusland de dag van de overwinning in jouw geboortestad. Dat is toch een beetje gek? Je bedoelt voor mij. Ja? Voor mij is het gek. Ik kan me dat ook niet anders voorstellen, want het is nu hun land. Ja, ik zie dat ook niet zo echt. Ik weet niet precies hoeveel grenzen zij ooit verschoven hebben, maar je ziet het nu aan de Krim ook weer. Er komt sowieso geen reactie van waar dan ook. Niemand riskeert een oorlog. Alleen om Oekraïne te helpen. Mijn vader zei altijd, je moet, misschien kom jij ooit nog eens terug. Je moet het niet vergeten, maar dat is wat de Russen één keer heeft, dat geeft hij nooit meer terug. En dat is ook zo. Hij heeft toen al gezegd dat hij waarschijnlijk nooit meer terug zou komen, maar onze generatie nog wel. Alleen niet meer in die situatie zoals vroeger was. En dat wist hij wel. Dan met jou. En jouw generatie sterft het uit. Ja. Dan is het een gebied wat vanaf 45 Russisch is. Lievertje. Ik ga terug naar de stad die in mijn moeders paspoort staat. Königsberg.
Een Duitse stad die zo goed als verdwenen is. Of eigenlijk is het anders. Het is een stad die een nieuwe identiteit heeft gekregen. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit? Het is 9 mei 2015. En in Kaliningrad wordt vandaag de Dag van de Overwinning gevierd. Это не так просто быть танкистом. Даже неверующие и то в Бога уже верили. А как же? Особенно, когда в атаку идешь, на тебя все стреляют, все бьют по тебе, все. И из пулеметов, из пушек, все тебя подкарауливают, все тебя надо уничтожить. Ну, я же вам говорю, даже я неверующий, и то часто Бога просил, чтобы жить остаться, а как же? Вы думаете, я маму не вспоминал? И что все эти медали? Потому что это Ленин? Да. Maar en deze Stalin? Ja, ja, ja. Het is за отвагу, het is слава, слава. Het is за отвагу. Dit is voor zijn dapperheid. Maar is hij hier binnengekomen? Al we hebben Kaliningrad штурмовали Kaliningrad. Ja. In каком году это было? Ну, 45-й сразу, да. Maar en waren er toen nog Duitsers of niet? Oh, dat weet ik. Maar waren er toen nog Duitsers hier? Сейчас он будет... А были еще немцы в 45-м году? Что? Еще в 45-м году были немцы здесь, в Калининграде? Да, 48-й год их выселили уже. Все желания, мы дружно жили, уже все нормально. Вот такая оказия, не так просто. Борис Пирсков, die bijna was gesneuveld in de oorlog tegen de Duitse fascisten, vertelt dat de Russen en de Duitsers na de oorlog weer vredig samenleefden. Maar veel ooggetuigen vertellen iets anders. Alleen al in Königsberg komen in die tijd 80.000 Duitsers om. 1 miljoen mensen sterft in Oost-Pruisen, in de laatste maanden van de oorlog en 2 jaar daarna. Maar misschien wil Boris daar op deze bijzondere dag niet bij stilstaan. Rusland herdenkt immers haar gesneuvelde soldaten. 23 miljoen mensen. Nabestaanden houden bordjes omhoog. Ze noemen het de dag van de overwinning op de fascisten. En zo was het ook. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Zeventig jaar geleden marcheerden hier de zwarte laarzen van de nazi's door de straten. En wie op Hitler had gestemd, heeft zich aan het eind van de oorlog waarschijnlijk voor zijn kop geslagen. Oost-Pruisen lag als gevolg van het verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog geïsoleerd van Duitsland. Hierdoor ging het economisch slecht. Mensen waren angstig. De Russen waren in de Eerste Wereldoorlog al eens binnengevallen. En voor veel inwoners was het overduidelijk dat de Russen dit weer zouden doen. En het gebeurde ook. Aan het eind van de oorlog werden alle Duitsers hier verdreven. De goede en de kwade. Het voelde voor sommigen als straf. En voor weer anderen als het noodlot. Mijn moeder denkt nog vaak terug aan haar geboortehuis Kringkitten. Een donker sprookje. Maar er is ook een wonder gebeurd. De nieuwe bewoners, Fjodor met zijn vrouw en kind en zijn vader, bouwen hier aan een nieuw leven. Ze komen uit Centraal-Rusland. En na ons eerste bezoek hebben we contact gehouden. Het droge grasland van afgelopen winter staat nu volop in bloei. Ja, daar is die hond, die is nou heel groot. Hallo.
Hey, hallo. Fjodor. Hallo. 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 Hey. Давайте будем. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Good to see Саша. You. Привет, Саша. We brought you lunch. Да. Lunch. Понял. Lunch. А у меня женщина с папой сейчас приедут, занесем в дом. Почему, наверное, можно? Look, Fyodor. Сейчас Саша подойдет. Шампанец и крем. It's for you. Мне сегодня дали ленточку. Леваем? Да. Так, ну что? Фёдор. За встречу? За встречу. О том путем. Я. Все хорошо. Cheers. Oh, Zijn ze al klaar voor de parade? Ah, вопрос. Вы уже готовы к 9 мая к параду? Пионеры всегда готовы. И долго, и это в другой неформальной обстановке. Может, это будет политически некорректно? Я? Может, это будет политически некорректно? Да. Война да. – это не то, чем надо гордиться. Waarom zijn ze dan, het lijkt alsof heel Rusland het fantastisch vindt. И тем не менее, впечатление вот так, ну, по телевизору, что вся Россия просто без ума от этого парада, это от всего. Нет. Jawel, op de televisie, iedereen vindt geweldig, alles. По телевизору все просто кричат. Это работа пропаганды. Bij ons in de krant staat dat ze hier ook kernraketten aan het plaatsen zijn, hè? Dat ze hier kernraketten aan het plaatsen zijn. In Nederlandse kranten. Ja. А в голландских газетах при этом пишут, что здесь уже как бы этот атомное оружие, это ракеты уже в Калининградской области ставят. Давно. В прошлом году начали. В прошлом году? О, я? Вы сказки любили, да? Да. Сказки. Вот есть царство, королевство, да? Оно заколдовано. Люди спят. Люди спят. Можно подходить, делать с ними что хочешь. Должен кто-то прийти и их разбудить. Герой какой-то, да, там, принц, там, еще что-то, кого-то поцеловать там, или еще что-то, да. Тогда они проснутся и начнут заниматься своими делами. Так вот эта страна спит. Понимаете? Танки, ракеты – это сон. Поэтому все это бряться не оружие. Пусть оно будет там. Где там? Мы не хотим. Ну, в городе, в других городах, да, на площадях центральных. Пусть оно будет там. А здесь хочется мира. Понимаете? Мир по-прежнему хрупок. Мы обязаны помнить. Войны не начинаются в единичасье. Зло набирает силу, если перед ним отступаем. Или стараемся его не замечать. Laat ze in de stad maar marcheren en hun spierballen tonen. Zoiets moeten mijn grootouders ook hebben gedacht. Want het dagelijks leven slokt al zoveel tijd op. De was moet gedaan, de kinderen gaan naar school, schoenen moet je poetsen, verjaardagen vieren, oogsten, de stoep schoonmaken, het huis opnieuw in de verf, bloembollen erin en eruit, aarde ontploegen. Laat die lieden in de stad de oorlog maar voorbereiden. Wij hebben hier iets beters te doen. En dan is het op een dag te laat. Hier op dezelfde plek heeft mijn familie geleefd en 75 jaar geleden, net als Fjodor en zijn vader nu, de waanzin gevreesd en doorgeleefd. На самом деле, когда начали расчищать, вот честно сказать, ощущения были потрясающие вообще. Потому что я понимаю, что ну, уже после знакомства уже с Бритой, я понимаю, что вот этот пол, да, мыли последний раз, там, ага. Тетя, мама, там, ну, мама, наверное, тоже участвовала, там, бабушка, да, Бриты. Ну, конечно, вообще было такое что-то, вот, прикоснуться к чему-то целому, оставшемуся. А как же? Крючки вот эти, вот. Ой. Три крючка, она висела. Да, наверное, там обхана. For here, buiten the door. Да. Да, грапаг, hè?
En een glas. Nou, nog een trap gevonden. Если вообще говорить о том, как подается история, да, особенно вот в свете Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, перевернуто все, начиная от начала войны, заканчивая концом войны. Да, даже вот, что вообще нас очень удивляет, конечно, что даже вот сейчас начинается опять такое как бы поклонение сталинскому, то есть не сталинскому времени, а именно Сталину, да, как человеку. До тех пор, пока коммунизм не будет осужден, до тех пор, пока преступления коммунизма не будут признаны преступлениями, да, пока мир непонятно почему ведет себя подобным образом к наследникам Советской империи, да, кем является вот сейчас, допустим, не государство, скажем, а верхушка страны, да, сидящая в Кремле, эту ситуацию не поменять, это однозначно. Дело в том, что я считаю, что на территории этой страны, да, и вот этой страны, в части Восточной Пруссии, была совершена масса преступлений, за которые никто не понес ответственности. Никто. Историю пишут победители, да, историю пишут, это понятно. Pas in januari 1945 beukt de oorlog in op dit stukje land. Wie verstandig is, vlucht. Maar velen blijven en overleven het niet. De Weermacht neemt zijn intrek. Het Rode Leger stormt binnen. Het huis ligt in de frontlinie. Niets blijft er uiteindelijk over. Mijn moeder zal na de vlucht, net als miljoenen andere vluchtelingen, neerstrijken waar onderdak te vinden is. Zoveel mensen zijn op zoek naar een thuis. Joden die de vernietigingskampen hebben overleefd. Polen die gedwongen worden hun land te verlaten. Wat wisten ze van elkaar? Niet veel, denk ik. Opnieuw beginnen en het verleden vergeten. Dat moest nu gebeuren. Mijn familie leeft verspreid over het verwoeste Duitsland. Overal waar ze maar een plek kunnen vinden. In West-Duitsland komt mijn moeder in haar eentje terecht bij twee tantes. En wordt pas later weer herenigd met haar eigen moeder. Zonder dat ik het eigenlijk bewust door had, heb ik niet meer gegeten. En dan maakte mijn tante zich daar wel zorgen over. Maar hoezo? Want je was verplaatst. Ja, ik was niet heimwee. Ik wilde naar mijn ouders toe, maar dat kon natuurlijk niet. En het was niet echt verzet. Ik wilde me helemaal niet verzetten. Maar op een of andere manier kon ik niet meer eten. En toen het niet meer ging met mij, toen heb ik... ik heb ook nog een brandbrief of meerdere brandbrieven naar mijn grootmoeder gestuurd. Die was namelijk inmiddels in Hamburg. Dus iedereen zat op een ander adres. Wat zijn de brandbrieven? Nou, van wil je nou mij komen halen of ik heb heimwee of... Ja, zulke dingen. Je moet je voorstellen, je hebt ook wel eens foto's gezien van die grote steden die... die gebombardeerd waren. Er was bijna niks over. Nou, kijk maar naar Syrië hoe dat er nu uitziet. Als er veel mensen terugkomen, die hebben dan ook vinden geen huis meer. Ja, dan moet het toch ergens blijven. Dan blijf je bij elkaar, families bij elkaar. En ik denk dat die kamer van mijn tante Trautje, die daar al een baan had in het onderwijs, die is toch niet groter geweest? Nee, die is niet groter geweest dan dit. Zo, en daar naar het raam toe. En daar waren dan drie bedden. En ik sliep in bed bij mijn moeder. En dat was heel krap. Dan moest zij dan ook wel gezellig. Hè? Ach, met je wel gezellig, Britta, alsjeblieft, zeg. Dat is niet gezellig als je zo op elkaar zit. In 1954, 9 jaar na de vlucht, woont mijn familie eindelijk weer samen. Ze komen terecht in een van de felbegeerde woningen voor vluchtelingen. Witte huisjes omringd door braakliggende grond. Wie door middel van getuigenverklaringen
of met behulp van eigendomspapieren kon bewijzen dat hij huis en land was kwijtgeraakt in het oosten, mocht zich aanmelden voor een woning. Er werd geloot. Mijn grootouders hebben geluk. En zo komt het dat ze met geleend geld een Schlagecken 10 kunnen kopen. In Mülheim an der Ruhr. Boven woont een andere familie. En oma op zolder. En alsof er niets gebeurd is, begint iedereen aan een nieuw leven. Mijn oom Hubertus heeft er zulke goede herinneringen aan dat hij jaren na de dood van mijn grootouders op diezelfde plek zijn eigen woning bouwde. Zeg maar, wie woont hier? Familie Nils. Hadden vier Söhne gehad. De man is relatief vroeg verstorben. Die moeder met vier Söhnen hier weitergelebt bis vor einigen Jahren. En woher war die? Die kam aus Mecklenburg. Mecklenburg-Pommern. Ja. Das sieht noch ein bisschen aus wie ein altes Haus, nicht? Ja. Da war dann die Küche. Ja, die Küche, da war das Badezimmer. Ja. Und oben drin ist erweitert worden. Diese Dachraum gab es damals nicht im Original. Ja. Da waren nur schräge Fenster drin. Und da wohnte die Frau Giese drin. Ne? Ihr hattet doch auch im Keller so einen echten Rock'n'Roll-Keller gemacht. Hattest du? Das hatte ich auch, ja. In den 50er Jahren. 50er Jahre, ja. Bei meiner Musik, ne? Blues und Rock und sowas. Ne? Ich bin bis heute noch treu geblieben der Sache. Bisschen Jazz, aber, ja, aber hauptsächlich Blues und Rock eigentlich auch. Ne? Tochter. Und das war hier die Familie Krüger. Die kenne ich, mit Elke. Krüger, ja. Das genau. Sind die Nachbarn. Ja, und dann ist das. Bisschen tragisch, weißt du ja, ne? Was ja. Mit dem Vater, der sich da selbst erhängt hat. Ach, da kommt der Magnus. Ah, mit seinem Hund. Super. Jetzt wir spazieren. Hallo, ja, hallo. Hallo. Ja, man muss mal so eine Nachmittagsrunde machen, um ihn mal hier so wieder auszuführen. Ja, sicher. Sie sind der Sohn von von Dötichem. Genau. Kurz und Sie wohnen auch noch hier? Ich wohne jetzt seit 22 Jahren wieder hier. Aber was hast du gerade jetzt gesagt? Wer hat sich Der Krüger hat sich oben am Speicher erhängt. Und die Schwiegertochter hinten im Apfelbaum. Und der Schwiegervater oben, den haben sie gefunden oben am Dach irgendwann. Der war irgendwann weg. Und warum der sich aufhängt, weiß ich nicht. Weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? Keine Ahnung. Das höre ich jetzt sogar zum ersten Mal. Doch, der hing oben im Gebälk. Ich dachte, der wäre ganz normal verstorben. Nee. Hey. Ja, gut. Du. Also das ist aber traurig. Ja, das ist schlimm, ne? Die kommt auch aus Ostpreußen. Der kam aus Ostpreußen. Ja. Weber. Wir zusammen weitergehen. Ja, okay. Weber, war der nicht auch aus Preußen? Weiß ich nicht ganz genau. Mag sein, will ich jetzt nicht einfach so ja sagen. Nee, weiß ich auch nicht ganz genau. Samen mit meinem Bruder und Zus brachte ich lange Zomers door am Schlagecken. Baron, Graaf, Boer en Landheer woonden hier gebroederlijk samen. En ook al was het leven niet meer deftig, ze behielden toch hun oude manieren. Het schijnt zelfs dat ze elkaar bedienden op speciale dagen. Zo leek het toch een beetje op vroeger. Voor ons kinderen was hier het paradijs. We mochten alles. Hoog in de boom klimmen en paardrijden met opa. Oma pakte dan de streuselkoegen in papier. En achterop de oranje bromfiets reden we naar de paardenstallen. Ze vertelde ons veel over thuis, maar nooit over de oorlog. En hier woont Konrad. Und seine Mutter. Hier wohnt jetzt. Ja, okay. Das sieht so ein bisschen verlassen aus. Ja. Er wohnt da noch und man sieht ihn ab und zu, wenn er mit seinem alten BMW mal wieder wegfährt oder wiederkommt. Oder sonst aber haben Sie auch, hast du auch mitgespielt natürlich, ja. 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 Hier auf der Straße haben wir Völkerball, Brennball oder was auch immer. Schlitten gefahren, von oben hier runter gefahren. Wunderbar, auf der vereisten Bahn hier. Ne? War toll. Ja, schade, dass ihr nicht so draußen lebt, nicht? Ist nicht so kommunikativ. Nein, aber er hat ja meine Mutter noch gekannt. Ja, und, das war sogar sehr freundschaftlich. Ich hatte einmal hier geguckt, da hat er mich besonders gefragt, weißt du noch, was mit Rita ist? Oh ja. Ich sag, ja, du bist in Holland verheiratet und lebt in Holland und hat, glaube ich, Landwirtschaft oder Gartenbau studiert. Ich glaube, zwei Kinder. Das ist noch eine Schwester, vielleicht möchte er. Also, vielleicht klingeln Sie? Ja. Konrad is het oude buurjongetje van mijn moeder. Ook hij vluchtte als zesjarige samen met zijn ouders uit Oost-Pruisen. Na de dood van zijn vader
woont hij de rest van zijn leven in dit huis samen met zijn moeder. Maar als zij overlijdt, gaan de gordijnen dicht. Hij schuurde. En komt Konrad bijna nooit meer buiten. Wenn Sie da sind, wäre es schön, wenn Sie doch einmal mit der Tochter von Rita sprechen könnten. Ich klingel noch mal. Schade. Versuchen wir es später. Vielleicht noch mal später noch mal. Vielleicht ist sie einkaufen gegangen. Ja. Wahrscheinlich heeft Konrad uns wel gehoord, maar verschuilt hij zich achter de bank. Geen zin in vragen over het verleden. In mijn briefje beloof ik dat ik later die dag nog eens langskom. In de hoop dat hij wel open doet. Tegenover Konrad woonde vrouw Klein. Ik herinner me dat vrouw Klein, toen ik 19 was, mij naar binnen vroeg voor een kopje thee. Ik zat op haar bank met daarop zelf geborduurde kussentjes. We praten wat. En op de een of andere manier begon ze te vertellen over de tijd toen zij 19 was. In 1945. Toen pas besefte ik wat de mensen in deze straat hebben meegemaakt. En waar ze in stilte mee leefden. Als ik aanbel bij het huis, blijkt mevrouw Klein niet meer in leven. De vrouw die haar tijdens haar laatste jaren verzorgde, woont er nu. Vermissen Sie vrouw Klein nog een beetje? Ja, es kommen schon Tage, wo man dran denkt, wenn wir das auf Geburtstage sind oder weil man doch viel dann auch zusammen gefeiert hat, ne? Und hat sie auch über ihr, weil sie ist ja auf der Flucht eingeholt durch den Russen, nicht? Ja. Hat sie auch darüber erzählt, über sie? Hat sie nicht viel gesagt. Sie hat immer nur gesagt, wenn ich doch das alles nicht so überlebt hätte oder wenn ich vielleicht doch eher gestorben wäre oder im Krieg umgekommen wäre. Das war immer ihr Reden nur. Ja? Sonst hat sie nicht viel erzählt, ne. Was sie alles mitgemacht hat. Sie muss doch schlimme Sachen auch beim Russen erlebt haben. Ja, sie hat mir erzählt, dass sie... Und es war, weil ich war damals genauso alt wie sie war. Ich war 19. Mhm. Sie war auch 19, als sie das erlebt hat. Und ich weiß nicht, warum sie mir dann das erzählt hat. Vielleicht, weil sie mich nicht kannte. Das ist möglich, ja. Aber so wollte sie immer nicht drüber sprechen. Weil sie hat sich immer versteckt unter das Heu für den Russen. Und die haben die gesucht, die Mädchen. Und damit große Forken haben die so da rein, sich da reingesteckt. Und die hatte noch eine Narbe auf dem Bein irgendwo, hat sie mir gesagt. Ja, oder gezeigt. Ja, das erinnere ich mich. Und sie ist dann auch mehrfach vergewaltigt worden. Aber weil sie noch 5 Jahre da war. Ja, das hat sie erzählt, dass sie öfters vergewaltigt wurde. Und dass sie aber einen lieben Jungen kannte, der sie doch ab und zu mal beschützt hat davor. Ja? Der sie dann gewarnt hat, wenn sie wieder kamen. Und der sie dann beschützt hat. Aber dass sie gesagt hat, dass sie lieber gestorben wäre. Ja, das war, wenn die Russen schon mal die Pistolen so auf sie gerichtet hatten oder so, dann... Ja? Ja. Das hat sie erzählt? Das hat sie erzählt, ja. Frau Klein heeft haar leven uitgezeten. Ze trouwde nooit, kreeg geen kinderen. Hield zich schuil in haar huis en zweeg. Zoals eigenlijk veel vrouwen in Duitsland. Zwegen over wat ze hadden meegemaakt. Uit schaamte. Pas sinds kort komt naar buiten op welke schaal Duitse vrouwen door de Russen, maar ook door de geallieerden werden verkracht. Mijn tante Tillats beschrijft in een brief aan haar zus hoe ze vlak na de oorlog bijna in handen viel van een Russische soldaat. In etappen heb ik dich geschrieben, maar nu heb ik geen lust meer. Am 22. april zogen die Russen ein.
in letzter Minute unterblieb jede Verteidigung. Was wir dann alles erlebten, gebe ich dir lieber mündlich. Jedenfalls hatte sich auch bei Muttchen und mir ein Iwan eingefunden und wollte die Täter entjungfern. Wie durch ein Wunder bin ich davon verschont. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für dein Leben gab ich keine 5 Pfennig mehr. Es ist wie ein Geschenk von Gott, dass du noch da bist. Meine Mutter hat mir erzählt, dass man in Gerbesbach Russen ins Haus gekommen sind und haben dann mit der Mistgabel nach ihr gestochert im Heu und im Stroh. Das weiß ich, dass jemand runterlag wohl und dann gesucht haben. Ne? Aber dass sie vergewaltigt wurde, weiß ich nicht. Hat sie nie erzählt, wüsste ich nicht. Ich weiß nur, dass die Russen da in die Häuser reinkamen und die Frauen schnappten und die sich irgendwie hässlich gemacht haben. Das war, ne, versucht eben die alt auszusehen und die Haare abschneiden und was ins Gesicht malen, irgendwie mit Kohle oder weiß ich, mit Farbe und wie, ne? Um da ungeschoren davon zu kommen, ne? Das weiß ich wohl. Ne? Aber erlebt habe ich es nicht, Gott sei Dank. Also das wäre schrecklich gewesen. Ne? Ich muss vaak denken an eine Frau, die in den Nadagen von der Oorlog verkracht werden in Deutschland. Als jonge meisjes verstopten ze zich in de kelders voor de soldaten. Ze maakten de vreselijkste dingen mee, maar overleefden. En dan word je 80 en kom je in een bejaardentehuis terecht. En een broeder wil je wassen. Terwijl jij je leven lang dat soort intimiteit hebt weten te voorkomen. Dan sta je daar, op je oude benen. En voor je gevoel ben je weer even machteloos als toen. In de verzorgingstehuizen krijgen de verpleegkundigen te maken met mensen die plotseling niet gewassen, aangekleed of aangeraakt willen worden. Ze krijgen dan vaak de diagnose dementie, terwijl ze eigenlijk getraumatiseerd zijn. Die patiëntin war damals 15 Jahre alt. 3 russische Soldaten seien in das elterliche Haus eingedrungen. Und während ihre Eltern ausgesperrt worden seien, wurde sie im Schlafzimmer der Eltern von einem der Soldaten vergewaltigt. Die anderen beiden Soldaten warteten vor der Tür mit der Absicht, sie danach ebenfalls zu vergewaltigen. Um sie am Schreien zu hindern, habe der erste Soldat ihr während der Vergewaltigung seine Pistole in den Mund gehalten. Als der Soldat seinen nächsten Kameraden holen wollte, sei sie aus dem Fenster gesprungen. Die Soldaten hätten hinter ihr hergeschossen, sie aber nicht getroffen. Sie schäme sich nach wie vor für das Erlebte, fühlte sich besudelt und schuldig. Direkt nach der Tat habe sie wochenlang den ganzen Tag geweint und sich selbst vergiften wollen. Sie sei fortan nicht mehr aus dem Haus gegangen, habe sich nicht mehr mit ihren Freundinnen getroffen und aus Scham und Angst vor Männern nie mehr Veranstaltungen besucht. Mit dieser Frau, die ich da im Krankenhaus kennengelernt habe, die dann durch die Konfrontation mit dem amerikanischen Soldaten, also ne, von dem Amerikaner vergewaltigt worden ist nach 45, da diese Tiere gesehen hat und Panikattacken hatte, mit der habe ich da nicht groß über ihre Geschichte gesprochen. Aber ich habe gesagt, ja, ist ja klar, verstehe ich, müssen wir jetzt was anderes machen. Ja? Und sie hat gespürt, ah, da ist eine, die versteht mich. Da muss man vielleicht gar nicht drüber reden. Ja? Manchmal reicht so ein Blick, ja, so ein, ich verstehe. Ja. Nochmal abschütteln, ihr habt da was Schweres gehört. Nehmt es ernst, das steckt in eurem Körper. Klopft euch ein bisschen ab, schüttelt euch. Und jetzt mit frischer Lunge, frischem Blutdruck ran an die Kippen. De kleinste Dinge können Ouderen angstig maken. Het nieuws over een oorlog op tv, een verpleger met een Russisch accent, het licht dat 's nachts plotseling uitgaat of knallend vuurwerk tijdens oud en nieuw. Man muss wissen als Pflegekraft, dass gerade hier in Köln bei dieser Generation an Menschen so ein Feuerwerkskörper Erinnerungen auslösen kann. Mhm. Und dann gehen wir rum, informieren die Bewohner kurz vor 12, dass gleich losgeht, dass draußen Feuerwerkskörper gezündet werden, dass nichts passiert, dass wir für sie da sind. Und haben Sie mal Leute, die echt noch nur Nationalsozialisten waren, im Heim gehabt, die sich schuldig fühlen, wo sie gedacht haben, dieses Trauma ist nicht von einem Opfer, aber ein Täter.
Ja. Also wir hatten auch eine Situation gehabt, ein Mann, mittlerweile verstorben, der hat sich bis dato nie verzeihen können, was er gemacht hat, dass es so weit ging, dass er ausländische Kollegen nicht in der Versorgung akzeptiert hat, weil er einfach so ein massives Schuldgefühl hatte und sagte, nein, ich habe euch so viel Schlimmes damals angetan, ich kann es nicht akzeptieren, jetzt noch Hilfestellungen in meiner Pflegebedürftigkeit zu bekommen. Ja? Also auch das habe ich schon erlebt. Und der war ganz traurig, oder? Ja, natürlich. Also der hat da bis zum Ende wirklich dran geknabbert. Мы сейчас, вы его заглушите сейчас, потому что я этим сейчас буду рассказывать голландцам про танк. Ну давайте заглушим пока. Да, вы ее заглушите, они сейчас вот подойдут. И сами победы установим. Давайте. Мы сейчас заглушим и знамя победы установим. Давайте. А им мы сейчас расскажем. Хорошо. Немцы с немцами, они стали выходить. Где-то, ну, они прятались, понятно. Они выходили в свои квартиры, ну, и наши приходили, все. Да нормально было. Нормально, это неправда. Вот там чепуха, дружно жили, особенно и девчонки. Ну, конечно, было, может быть, что-то такое недозволено, но карались безбожно. Если что-то кто-то позволил из солдат Красной Армии в то время, если что-то, какие-то недозволенные вещи, беспощадно карали. Беспощадно. Нельзя было делать. Это надо долг отдать, что сейчас недруги по-всякому говорят, что мы такие были плохо. Неправда это. Ну я же очевидец, я же был пацан, я же видел это дело. Worden niet alle legers tot niets ontziende machines? Hoe blijf je menselijk als je als soldaat onder de meest erbarmelijke omstandigheden moet overleven? Jaren later zijn sommige waarheden dan misschien gewoon te pijnlijk. En wil je het je niet meer herinneren? Herr Schröder, ich habe noch mal eine Frage. Herr Schröder? Ach, das ist aber nett. Ah, das finde ich toll. Das wollte ich, Ihnen noch mal die Britta Hallo. Vorstellen. Hallo. Sie kennen Tochter mich doch noch. Von Rita. Na ja, ist das schön. Ich habe sie noch auf dem Arm gehabt. Ja, das weiß ich, ja. Sie bekommen die herzliche Grüße von meiner Mutter. Dankeschön. Erwidern Sie die bitte auch. Ja, kommen Sie bitte mal raus. Ja nett. Okay, dann toll. Ja, wir warten. Also, das ist schön. Freue ich mich. Dann war er verliebt in meine Mutter. Ja, das hat er mir ein paar Mal auch schon gesagt. Ich habe sie sehr lieb gehabt, nicht? Und wir haben sehr nett miteinander gespielt, nicht? Wir waren also ja, wir sind im Grunde sind wir groß geworden, nicht? Als Kinder, nicht? Ja. Und ach, wir haben berissen, nicht? Also durch die Wälder sind wir gestromert, nicht? Und haben, waren sehr, sehr viel oft zusammen, nicht? War eine schöne Zeit. Kinderen van de slagrekken hebben het er eigenlijk nooit over gehad dat ze allemaal vluchteling waren. Het was gewoon zo. En vanaf nu ging alles weer goed. En daarom wist eigenlijk niemand hoe Konrad was gevlucht. We zijn dus met een schip eingeschifft worden en ins feindliche Ausland, nicht? Und da waren wir also längere Zeit interniert und kamen dann erst Ende 1948
hier nach Westdeutschland. Nicht? Ansonsten weiteres möchte ich eigentlich nicht so gern mehr. Weil das so traurig ist? Oder? Ja, nun, ich meine, wir waren in Gefangenschaft, nicht? Sie sind in Gefangenschaft? Ja, interniert, nicht? 4 Jahre, nicht? Mit Sie? Den Eltern. Ja, meine Eltern und ich. Nach welches, nach wo? Ach, wissen Sie, ich... Dänemark? Ja. Und da sind Sie noch 4 Jahre gefangen? 4 Jahre, ja. Es war ein Lager, nicht? Ein richtiges, regelrechtes Lager, nicht? Hinter Stacheldraht mit vielen zigtausend anderen Flüchtlingen, ne? Ich habe davon gelesen, ja. Nicht, aber ich meine... Ist und dass also Flüchtlinge nach Dänemark gekommen sind, das signalisieren Sie ja, mir, nicht? Ja, ich habe darüber gelesen. Ja. Und, aber dass Sie sagen, wir waren interniert, wir waren nicht gefangen, aber hinter Stacheldraht ja, ist doch... Sie, das ist fließend. Nicht? Man kann das als Gefangenschaft definieren, man kann es als Internierung, also wir waren nicht in dem Sinne Kriegsgefangene, nicht? Aber Internierte, nicht? Also dem Prinzip nach ist es im Grunde, oder dem Leben nach ist es im Grunde das Gleiche, nicht? Man ist also hinter Stacheldraht in Baracken, nicht? Und hat eben nicht diese Freiheit, die man üblicherweise hat, nicht? Dann waren Sie 10, als Sie rausgekommen sind. Genau, ja. Das ist eine wichtige Zeit. Das ist die wichtigste Zeit, nicht? Für ein Kind, nicht? Und die so zu verleben, ist nicht so schön, nicht? Das sind natürlich nachhaltige und bleibende, unangenehme Erlebnisse, nicht? Die einen auch prägen, nicht? Und können Sie sagen, wie es geprägt hat, oder? Ach ja, nun, ich meine, es waren Razzien fast jede Nacht, nicht? Da musste man raus, nicht? Also wie ein Appell, nicht? Und auf uns wurden sogenannte Widerstandsleute losgelassen, nicht? Also die... mit Recht sich gegen also die Besetzung Nazi-Deutschlands erhoben, nicht? Aber im Untergrund. Und die hat man dann auf die Flüchtlinge zeitweise losgelassen. Nicht? Und die haben sich entsprechend dann auch benommen zu uns. Ich meine, kann man nicht verübeln. Nicht? De kleine Konrad herinnert zich zijn steenkoude voeten in zijn natte leren schoenen tijdens de vlucht. De handkar voorgetrokken door zijn ouders met daarop wat meegenomen spullen. Langs de besneeuwde wegen lagen de doden en vanuit de lucht werd geschoten. Maar hij en zijn ouders hebben het gehaald. En ze leven nog jaren samen in deze straat. Alleen de herinneringen aan de vlucht en het kamp in Denemarken gaan maar niet weg. Hallo, ja, Entschuldigung. Guten Tag. Nein, eine Tante von mir hat mal hier gelebt. Die war Fliegerin im Zweiten Weltkrieg. Hier und ist dann hier gestorben. Ja, ze vloog tegen de vijand. Ja, wat tegen de vijand? Ze zal dan ook wel geschoten hebben. Was voor een vrouw was ze? Madrid. Hübsche vrouw. Ja? Die had hier hinter je hergeguckt. In 1946 kwam ze zu uns ins Lager. Het uitgevoerde deel van Gausen Obje. Traute Gans. Преступление, предусмотренным статьями 24-68, пункт 1, пункт А, это шпионаж. Haben Sie später auch darüber nachgedacht, was die Wahrheit über diese Traute ist? Die Wahrheit? Ja. Ja, schon oft. Ja? Ja.